denk dat dit het punt is dat het mis is gegaan. Ja. Helemaal, ik ben Mandy. Vandaag ook weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een hele andere video. En je hoort nog aan mijn stem. Ik heb een beetje een ochtendstem, want ik ben net wakker. Want vandaag heb ik een danswedstrijd. En ik dacht, laat jullie meenemen in mijn Get Ready With Me. Hoe ik me klaar ga maken, wat er in mijn tas zit. En dat soort dingetjes. Mijn Get Ready With Me hoort volgens mij niet in What's In My Bag. Maar doe ik er gewoon eventjes bij. Want het werd ook in de comments gevraagd. Dus ik dacht, dat is best wel leuk. Ik wil vooraf even een disclaimer zeggen. Ik ben niet goed in make-up. Ik make-up mezelf bijna nooit, zoals je in mijn video's ziet. Ik heb eigenlijk bijna nooit make-up op. Ik heb eigenlijk meestal alleen maar mascara op. Maar ik moet voor deze wedstrijd moet ik wel make-up op en zo. Dus ik ga het wel gewoon proberen. En ik dacht voor jullie is het best grappig om te zien als het heel lelijk wordt. Sorry jongens, ik kan het gewoon niet zo goed. Maar oefening baart kunst. En ik ga mijn best gewoon doen. Dus ik ga vandaag me opmaken. Ja, mijn haar doen. En ga jullie lekker bijkletsen, vertellen. En misschien is het wel gewoon gezellig. Misschien vind je het ook leuk om ondertussen te ontbijten, je make-up te doen. Ik weet niet, pak er iets bij. Ik ga ook beginnen. Ik heb hier dus allemaal spulletjes hier naast liggen. Wacht, ik zat even filmen. Ik heb hier dus allemaal spulletjes zo liggen. Ik ga beginnen met dit. Ik voel me echt zo'n coole beauty blogger. Vind ik heel leuk dit. Maar dit is camouflage make-up en concealer in één. Want eigenlijk wil ik nooit foundation op doen. Ik heb dus ook geen foundation. Omdat dat gewoon slecht is voor mijn huid. Want ik heb best wel veel puistjes en zo. Maar ja, ik dacht voor deze keer doe ik het al even. Ik heb trouwens ook wel even een spiegeltje. Want anders gaat het straks finaal fout. Zeg je dat finaal? Ik weet niet. Maar ik weet ook niet zo eens hoeveel ik op moet doen. Maar ik ga het gewoon een beetje... Oh my god. Ik heb hier namelijk geen kwastje voor. Maar ik denk dat als ik het opbreng... Soms een soort crème dat op zich kan. Dan gaan mijn roodheden denk ik gewoon een beetje weg. Het voelt me echt gewoon alsof ik een dagcrème opsmeer. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. Jullie gaan me waarschijnlijk echt allemaal uitlachen als jullie dit wel kunnen. Maar ik doe het gewoon even zo, oké? Ik moet het een beetje doorsmeren naar mijn nek. Dat weet ik in ieder geval. Niet dat je met deze er misschien heel veel van gaat zien. Maar ja, dat is ook gewoon een beetje vervelend. Want ik ga niet heel mijn nek vol smeren. Het is zo slecht voor mijn huid. Ik ben echt zo'n witte bleekscheet, weet je wel. Oh, ik ga jullie ook nog wat dansbeelden laten zien op het eind, denk ik. Lekker op mijn nosso. Maar normaal ben ik dus niet zo van de beauty video's. Maar ik wil wel gewoon een keertje weer een nagelroutine doen. Want ik heb best wel lange nagels. Oké, nu niet meer. Waarschijnlijk vinden velen van jullie dit alsnog wel lang. Maar ik heb ze gisteren kort geknipt voor deze wedstrijd dus ook. En ze waren gewoon wel echt te lang. Oké, dat zit er een soort van op. Ik weet niet of het nut heeft, maar het zit er wel. Mind the wankies. Want we willen natuurlijk geen wenkbrauw. En ineens heb ik hier echt een dikke puist. Waarom? Nou weer precies nu. Ik denk dat deze dekkende dingen helemaal geen zin heeft voor mijn huid, man. Dat het alleen maar slechter wordt. Dus als ik morgen dan naar school ga, dan heb ik alleen nog maar meer puisten. Echt. Love the life. Maar goed, het hoort erbij, hè, jongens. Ik heb ook puisten. Dus als je ook puisten hebt, maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké, dan gaan we beginnen aan de oogschaduw. En dit vind ik het spannendste deel. Want hier kan ik gewoon niet meer gaan falen. Trouwens, wie gebruikt er ooit deze kwastjes? Dit zit er altijd bij, maar niemand gebruikt dat volgens mij. Even kijken. Ik heb dus dit chocoladepalet. Dat heb ik dus ooit gekocht omdat ik het alleen maar cool vond dat het een chocoladepalet was. Dat is dit paletje. En ik ga deze vier kleuren waar die stickers onder zitten, die ga ik gebruiken. Ja, van licht naar donker eigenlijk. Dus dat gaan we gewoon eventjes doen. Ik ga die lichten gewoon eventjes in mijn ooghoekjes smeren, denk ik. Oeh, er is nog een lichtere. Ik denk dat ik nog een lichtere moet gebruiken, want het moest lekker donker en licht. Dus gebruik dit wel even als basis. En ik weet echt niet of ik dit goed doe, hè, jongens. Dus neem dit niet als voorbeeld, zeg maar. Neem het meer om te lachen en misschien om chill wakker te worden of zo met je ontbijt. Weet ik veel wat mensen doen. Waarschijnlijk als deze... Ik weet niet of mensen van mijn dansgroep dit terug gaan zien. Maar die denken echt, hoe de heb jij dit gedaan, Mandy? Want die hebben het waarschijnlijk allemaal veel mooier en planner en beter gedaan. Oh, ik voel me echt zo sukkeltje. Zo'n persoon die voor het eerst haar make-up gaat doen. Maar toch zet ik het op camera. Why? Je had ook zo'n hype dat je, zeg maar, van grote make-up mensen de look na ging doen. Wilde ik eerst ook doen, want ik dacht, hè, ik kan niks. Maar het moet lekker heftig. Dus als jullie zo om te denken, wat heb jij op je gezicht? We staan op een podium, ver weg. Dus vandaar. Dan heb ik een tweede donkerder kleurtje
gebruik ik deze voor. En ik ga straks ook nog wel een beetje blenden, denk ik. Maar het moet vooral nu gewoon even heftig gekleurd zijn. Doe even een duimpje omhoog als je me lekker aan het uitlachen bent. Of doelachen mag ook, hè. Ik ben best wel benieuwd, want kijk, ik maak me dus zeg maar eigenlijk nooit op. Heel af en toe mascara als ik daar zin in heb. Of als ik dat mooi vind even. Maak jullie je wel eens op. Sta maar eventjes hierboven in de poll. Laat even in de reacties weten of je er ook heel goed in bent. Net zoals ik. Dan gaan we door. Dan gaan we door met een best wel wat gouder kleurtje. Ik zal trouwens even wat meer vertellen over mijn danswedstrijd. Wat het dus is, ik heb een danswedstrijd met mijn dansgroep. Want ik zit op moderne dans. Lekker handig dat ik dit even nu pas vertel. Maar ik zit sinds een paar jaar op moderne dans. Dit jaar heb ik een nieuwe groep met meer leeftijdsgenoten van mij. En het is echt heel erg leuk. Echt leuke mensen ook. Ik ben niet echt super goed, maar ik vind het wel gewoon leuk om te doen, weet je wel. Dus ik doe het gewoon voor mijn plezier. En wij gaan voor de tweede keer meedoen aan een danswedstrijd. Ik denk dat dit het punt is dat het mis is gegaan. Ja. Nee. Als ik het een beetje blend niet. Het moet gewoon heftig en daar denken we aan podiumen. Dat moet ik mezelf uitlachen hoor. Maar goed, ik zit dus op moderne dans. Ik doe dus voor de tweede keer mee aan een wedstrijd met onze groep. En ja, dat was best wel een soort van... Nou ja, ik heb nu nog niet echt zenuwen of zo. Want ik heb eigenlijk, ben nooit echt heel erg zenuwachtig. Behalve echt een paar seconden voordat ik op moet. Want ik heb gewoon meestal dat ik best wel bang ben om het te verpesten voor de groep. Dus als ik iets fout doe, dat het dan voor de rest van de groep helemaal... Ja, ook fout is gegaan eigenlijk. En daar ben ik altijd best wel bang voor. Maar goed, net als toen met toneel. Maar daar verzinnen we dan wel weer wat op. We gaan goed oppakken. En we hebben vorige keer meegedaan met Dat ik je mis. Er staat ook een filmpje van op mijn Instagram. Dus als je het leuk vindt om te zien, kan je het daar zien. Even mijn Instagram naam, Mandy Kasbergen. En dit keer doen we mee met... Het nummer heet Don't Worry About Me. Ik denk dat minder mensen van jullie dat liedje kennen. Maar het is best wel een gevoelig liedje. En ja, ik vind het gewoon super cool. Want mijn danslerares Marjolein, die heeft heel die choreografie bedacht en zo. Ik zou dat zelf echt nooit kunnen. Dus even credits naar Marjolein. Ook al gaat ze dit denk ik niet zien. Ik vind het wel heel erg leuk. En het is wel weer een uitdaging om aan zoiets mee te doen. Alleen wat het wel is. Er zijn super veel wedstrijdteams mee. Die echt gewoon die demo teams. Die echt elk weekend meedoen aan een danswedstrijd. Weet je wel. En dan komen wij daar zo van. Hoi. Wij doen voor de tweede keer mee. En wij doen het gewoon omdat wij het leuk vinden. Maar we gaan stiekem ook wel een beetje voor de winst. Ha. Nou weet je wel. Zoiets. Oké. Volgens mij ziet het er niet vreselijk uit, jongens. Yes. Weet je wat ligt er in de ooghoek? Dat het straalt, eruit komt. Oh ja, weet je wat wel super leuk is dat ik gisteren heb gedaan? Gisteren ging ik samen met mijn ouders en Jamie en mijn zusje naar een drive-in bioscoop. En dat is een soort van een bioscoop. Als jullie de film Grease kennen, dan kennen jullie waarschijnlijk wel een drive-in bioscoop. Dat is eigenlijk een soort buitenbioscoop. Dan zetten ze een super groot scherm neer. En dan kan je daar gewoon heen met je auto. Moet je een kaartje kopen van tevoren. En dan gaan ze daar een film afspelen. Het hoor dan via je radio, zeg maar. Hoor dan het geluid. Nou, dat was echt heel leuk. Wij deden dat. We gingen erheen. En het was Grease. En het was dus een Grease-stijl. Al die mensen die er stonden, die dat hadden georganiseerd, waren verkleed als Danny's en Sandy's en zo. Dat was ook gewoon heel gezellig. Jamie had van tevoren sushi gemaakt. En we zaten daar met z'n allen in de bus voor hem. En we hadden chips en broodjes. We hebben echt superveel. Ik heb echt veel te veel gegeten. Maar ja, dat mag wel een keertje. Zodat ik geen obesitas krijg. Dus het was heel leuk. Ik heb daar een filmpje van. Let op. Komt-ie. Maar ik hou ook gewoon echt van die oude stijl, weet je wel. Echt van die leuke kleding dingetjes en die kleurtjes en die liedjes. Oh, ik hou echt van musical liedjes. Vind ik echt wel leuk. En musicals zelf vind ik geweldig. Maar goed, dan gaan we door naar de mascara. Ik gebruik deze mascara van Benefit. En dat is best wel een dure mascara. Ik had nog nooit zo'n dure mascara gekocht. Deze heb ik eigenlijk ook niet zelf gekocht. Deze was gekregen van mijn moeder. Super lief. Thanks, mam. Ik denk niet dat ze het ziet. Want ik heb zelf niet echt super lange wimpers. Maar dit schijnt te helpen. En dat vind ik wel prettig. Maar hoe heet dat? Anouk die had dus die Get Ready With Me voor een turnwedstrijd. En toen dacht ik, oh wat leuk om te zien. Want ik heb zelf echt mega lang op turnen gezeten. Ik heb daar ook nog best wel veel filmpjes van. En het is zo grappig om dat terug te zien. Wij zien falen op de balken, de mat en de rekstok sowieso.
En ik vond nog iets terug van turnen. Ik zal het zo laten zien. Wat komt nu weer helemaal in. Misschien kan je al raden wat het is. Kijk. Wat ik vond waren deze dingen. Vond ik deze twee scrunchies heet dit. Deze, ik weet niet wat ik hier vroeger mee heb gedaan. Maar deze is helemaal uitgerekt. Want dit was gewoon zo'n ding, weet je wel. Maar dit komt dus nu ook weer helemaal terug. Kijk, als ik zo'n ding in mijn haar doe. Dan heb je echt zo'n bloep. Zo'n klein flopje, weet je wel. Dat is wel grappig. Maar ik vond dus het terug. En deze heb ik vorig jaar gekocht in Amsterdam. Dit lijkt er gewoon super erg op. Dat is gewoon zo grappig dat dit weer gewoon terugkomt. Het velvet idee en dat soort dingen. Want mijn pakje was ook van velvet. En ik heb dat echt heel erg lang gedaan. Ik weet nog wel dat ik ooit tweede werd. En was ik heel blij. Volgens mij stond ik toen niet op te letten of zo met die prijsuitreiking. Want ik dacht, nee, ik heb toch niks gewonnen. Toen ineens werd ik op het podium geroepen. Dus ik stond echt zo, wat gebeurt er? Waar heb je het over? Dat is wel heel grappig. Zitten jullie eigenlijk op mijn sport? Ik ben best wel benieuwd. Laat het even weten in de reacties. Als je nu nog kijkt. Respect voor jou als je nu nog kijkt. Als je dan een sport achterlaat, dan weet ik dat je nog kijkt. Het is lekker goud, bruin en donker. Ik denk dat het op zich best wel gelukt is. En bijvoorbeeld, kijk dat ene streepje dat uitgevaagd is. Ja, dat zie je toch niet als je op een podium staat. Of de ribbelige eyeliner. Ik kan me er zelf heel erg aan irriteren, want ik ben soms een beetje een perfectionist. Maar mensen, daarbuiten zien het niet. Nou, mijn oogschaduw zit erop na 80 jaar. En dan gaan we verder met de Lush Bronzer Highlighter. Ik ben er ook niet goed. Ik krijg niet helemaal gezichtcontour, want dat gaat fout. Ik heb hier een palet van Revolution. Deze heb ik van Amelia gekregen, een meisje uit mijn klas. Ze heeft ook een superleuk YouTube kanaal. Zij kan echt make-uppen. Dus volg haar YouTube kanaal even. Staat hier de naam in de beschrijving. Ze moet echt weer even vaker gaan uploaden. Amelia, doe dat. Even kijken wat voor kwast ik het beste kan gebruiken. Ik heb er dus ook helemaal geen echt goede kwast voor of zo hoor. Ik gebruik ook maar gewoon dit. Ik ga denk ik deze kiezen voor bronzer. Even kijken. Die voor blush. En die voor highlighter. Dit wel goed doen en niet te heftig. Dat er aankomen komt met dikke strepen op mijn gezicht of zo. Ik krijg echt een dik hoofd van het vele eten. Oké, hou op hoor. Soms ben ik echt niet goed. Oké, mijn haar. Het moet dus in een hoge strakke staart. Dus ik heb mijn nek. Ik heb sterke haarlak. Och, ik vind zulke strakke staarten echt niet leuk bij mezelf. Want dan lijk ik echt net kaal. Omdat ik zo kort haar heb, weet je wel. Oké, haarlak. De outfit die we trouwens aankrijgen is dit. En dat gaan jullie ook wel zien in het filmpje die ik op het laatst eventjes laat zien. Een vest, voor als het koud is daar. Natuurlijk gewoon een jasje nog. Een soort van sportschoenachtige dingetjes. En natuurlijk neem ik nog al deze make-up mee. Haarlak, schuifspeltjes. Ik neem nog een broodje mee, nog wat koekjes. Genoeg te eten natuurlijk. En ook belangrijk, drinken. Jazeker. Een kopie van mijn ID, dat moet. Nog een wit hemdje. Nog een onderbroek extra als het een andere kleur aan moet. Deodorant. Nog een extra shirtje. Normale danskleding. Nog voor de zekerheid een joggingbroek. Nog oortjes, kan altijd van pas komen. Eigenlijk ook nog even een oplader pakken, telefoonoplader. En dan heb ik ook nog vaseline mee, voor mijn lippen bijvoorbeeld. Handreinigingslotion. Ik neem ook nog even zakdoekjes mee. Dus ik moet nog even zakdoekjes pakken. En ja, dat neem ik eigenlijk verder mee, denk ik. Ik denk dat ik niet iets heel bijzonders ben vergeten. En anders dan kom ik daar later vanzelf wel achter. Ik ga denk ik nu eventjes ontbijten. En jullie kunnen nu eventjes kijken naar de video van de dans. En jullie gaan dus nu al zien of het goed is gegaan of niet. Want zelf weet ik dat natuurlijk niet op dit moment. Veel kijkplezier. I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. And if I rise, we'll rise together.
hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om te zien. Want dit was alweer de video. Een soort van what's in my bag. Alleen op een hele simpele versie. Ik hoop dat jullie me hebben kunnen uitlachen om make-up of toelachen. En dat jullie het gewoon een keertje leuk vonden om te zien. Zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei. Oh, wat is je spullen op mijn schoot. Snel ontbijten.